Komt u maar. Het is een van de mooiste dagen in het jaar en die kan heel rap fout gaan in een hele korte tijd. Goedendag dames en heren en welkom weer. Ik heb mijn keuze gemaakt. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor al jullie reacties. Er waren er nogal wat. Via YouTube, het was via Facebook, het was via Instagram, het was via WhatsApp. Sommigen van jullie hebben weer een slinkse wezen. En jullie mijn telefoonnummer weer terug te halen en mijn WhatsApp bericht gestuurd. Hartstikke goed. Ik heb nog gebeld met een abonnee. En ook een akkerbouw vanuit de veenkoloniën, waar al jaren niet meer geploegd wordt. En de keuze is gemaakt. Wij ploegen dit jaar niet. Tenminste, het IJsland niet. Is dat dan een wijze keuze? Nou, dat komen we later in dit jaar komen we erachter. Het lijkt niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. De grond wordt wel mooi zwart. Ik ben namelijk aan het cultiveren. Ik cultiveer denk ik een centimeter of 20, 25 ongeveer. Ik heb het niet aangemeerd. Ik rijd een kilometer of 8. Dus. We maken niet zo heel veel stof en we doen maar even meer met wat we hebben. Ik heb geen spitmachine en ik heb geen vleugelegger of een Lemken Smaragd of wat dan ook. Dat heb ik allemaal niet. Dus ik doe gewoon met de vaste tandcultivator. En dat gaat eigenlijk prima, alleen her en der liggen er dan wat van die vaste stal. Dus ligt her en der ook een keer een grote pluk hooi die wat mee wil schuiven. Ja, dat is soms wel wat vervelend, maar dat is er dan ook maar. Dus zo gaan we het maar doen. Dus vandaag is het vrijdag de 8e. En half veehouder Nederland is een beetje vandaag of aan het inkeulen, of in ieder geval ingekeuld. En ik heb dat nog niet gedaan, want ik vind dat er nog niet genoeg gras daar. Ik zie foto's en filmpjes voorbij komen op Facebook en op Twitter. Waarvan ik denk van ja, waarom maai je het eraf? Er staan plekken, er staat hartstikke mooi die gras in. En er zijn plekken, daar staat gewoon veel te weinig. Veel te weinig. En ik vind het jammer. Ik heb de afgelopen jaren verschillende keer gras ingekeuld. Gras gemaaid, dat je te weinig ophaalt. En als het in de aarde schiet, dan heb je inderdaad, dan kun je het net zo goed afmaaien. Maar dan, ja, daar komt er nog geen opbrengst meer van, maar groeien niet door. Maar dat is nu nog niet het geval. Dus ik zie eigenlijk niet goed in waarom ik nu al zo moeten maaien. De koeien zijn wel buiten, je zag net een videoclipje ervan, een stukje ervan. Ik zou heel graag wat dronebeelden van hebben, maar, en ook van dit, en daar ben ik net achter gekomen, ik heb net even een beetje aan rondbellen geweest. Het schijnt dat de app die ik daarvoor gebruik voor de drone, die is geüpdate, maar de drone zelf niet. En dan communiceert de drone niet meer met mijn telefoon. Dat is vrij lastig en vervelend, dus dat moet ik nog een beetje meer prutsen, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Dus dat moet ik maar even een ander keertje. Dus ik ga je zo weer ergens neerzetten en ga je maar eens even kijken hoe dat gaat. Maar goed, over de grasmaaien. De koeien zijn inderdaad nu wel buiten en tot grote vreugde van de dames zelf. Maar goed, maaien, ik wacht daar sowieso nog een week mee. En misschien nog wel twee. Want zoals gezegd, de afgelopen jaren verschillende keren gemaaid. En te weinig opgehaald. En heel veel voer bijgekocht.
Ik heb daar afgelopen winter al een keer een kleine berekening aan gewaagd achter een sigarendoos. En toen kwam ik al aan 35.000 euro waar ik gekocht had aan extra voer. En toen ben ik gestopt met rekenen. Want, en toen had ik alles nog niet eens gerekend. Maar ik schrok al van het bedrag. Dus ik ga dus nu wat water maaien, wat meer gras aan de keel krijgen. Ik heb liever een snede minder. Dat ik wel fatsoenlijk wat heb als vier kleine sneden waar je evenveel gras hebt, maar veel meer kost. Want het kost natuurlijk allemaal wel geld. Want die trekkers lopen ook niet op water, alhoewel de brandstof op dit moment wel hartstikke goedkoop is. Maar let op, de brandstof wordt alweer duurder. Dus hou dat in de gaten. Als je nou brandstof moet hebben, dan bestel dan snel wat. Maar het wordt alweer duurder en op zich, dat is een goede zaak. Dat de brandstof weer duurder wordt, dat de diesel weer duurder wordt. En waarom is dat nou een goede zaak? Nou, als de olie goedkoop wordt, dan gaan we commodities gaan we zo achteraan. En dat maakt niet uit of je nou commodities hebt in zuivel, of in aardappels, of in welk product je dan ook maar hebt, vlees, eieren. Dan gaan de commodities gaan zo achteraan. En ja, ik had een discussie met een boer uit Amerika en die geloofde dat niet. Maar goed, die een paar weken geleden al. En die plaatste van de week wel een foto van dat de melk bij hun nou $12 per gallon kost. En het was ook al 21 geweest. Dus ik kreeg wel gelijk. En ik had liever geen gelijk gehad. Maar goed, het zij zo. Dus daar heb je gewoon meer van doen. Dus het is een goede zaak dat de olie weer duurder wordt. Als de olie weer duurder wordt, dan gaan er weer veel mensen geld verdienen aan die olie. Want olie draait gewoon de hele wereld op en om. En als mensen geld verdienen, dan kopen zij ook weer wat duurder voedsel. En dat is weer goed voor de boer. Dus dat is op zich een goede zaak. Nou, een hele grote vogel. Ja, van hip. Nou, dat is geen goede zaak, dames en heren. Ik heb al vier kinderen. Ziet u dus. Ik weet niet of jullie het zien, maar daar staan twee ooievaars. Die zijn verdwaald. Want ooievaars komen hier in Zilden tot nooit voor. We hebben hier twee keer eerder ooievaars op land gehad. En toen kregen wij kinderen. Nog meer kinderen. Dus het is wel mooi als ze zijn, maar nee, mogen ze ook mooi weg. Wij hebben alle slaapkamers vol, wij willen geen kinderen meer. Afgelopen. Ik ben heel blij met de vier die we hebben. Maar we hoeven er niet meer. Nou ja, volgens u, Jorik. Is heel. Dus, maar goed, ik maai dus nog niet. Ik heb er nog alleen de tijd mee. Ik wil liever wat meer aan de keul hebben, maar iets meer grofheid erin, iets meer stengel erin. Dat is gezonder voor de koe als dat spinaziegras. Ik hou daar helemaal niet van. En dan moet er maar wat duurder krachtvoer in gaan. Het is een cursus die je maakt. Ik maak deze cursus eigenlijk al jaren en die bevalt mij heel goed. Het is veel gezonder voor de koe. Die brandt de koe veel minder snel af. Ik maak even een filmpje voor Instagram. En van mevrouw de Dutch Dairy Farmer, maar die schrift zich nou helemaal bedoeld. Live en Instagram video. Dus nou ja, dus van mij dan niet. Nou ga ik de zon hier ergens neerzetten. Dan moet ik even kijken waar staat de zon. Want anders zit hier tegen de zon in de gapen. Dan heb ik al zomaar. De zon staat volgens mij achter mij, dus gaan we eerst naar de andere kant toe.
En zoals jullie zien krijgen wij de Maestrin nu. Hier ligt nog iets wat hier niet hoort. Maar goed, het is nogal knap winderig. Het droog weer als een gek gewoon. Nou is dit gedeelte waar we hier naar kijken, is een paar dagen geleden nog gecultiveerd. Niet wat ik van de week al gedaan heb. Wat je van de week op de video zag, bedoel ik. Dit is al een dag of wat langer. Dus nou zie je dat, hier zit de markeurs erin. Dat de grond nog gewoon hartstikke mooi vochtig is. Kijk, de toplaag is natuurlijk hartstikke droog. Maar daaronder, een paar centimeter eronder, is het hartstikke mooi vochtig. Even kijken in een rij. Kijk, daar heb je hem. En die ligt hartstikke mooi in vochtige grond. Bada bing, bada boom. En dat willen we graag. Dus volgens mij moet het allemaal, allemaal wel goed lukken op deze manier. Ik ben er wel van overtuigd dat er wel mais groeit. Daar ben ik helemaal niet zo bang voor. Alleen, ja, maar ja, het is een methode wat ik zelf nog nooit eerder gedaan heb. En ja. En ik vind het ook wel jammer om niet te ploegen. Ik vind ploegen gewoon prachtig mooi werk. Maar het is wat het is. Ik denk wel dat dit wel de manier is om te doen. En het scheelt natuurlijk ontzettend veel brandstof. Want ik heb... natuurlijk, het scheelt gewoon je een tank brandstof of twee van ploegen. Dus, nou ja, dus doen we hem zo. Voor nu zou ik zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg me uiteraard op Facebook en Instagram en let's make farming great again.